Voordat ik begin met deze video, eerst, ik roep jullie allemaal massaal om even naar mijn Instagram te gaan, @FrankSlotta, en wat jullie allemaal hebben gedaan bij Ziggo Sport in de comments bij Sevilla. Ga het alsjeblieft checken, mijn filmpje op mijn Instagram, @FrankSlotta. En dan gaan we nu beginnen, lieve mensen, want heb ik er toch een partij zin in. Welkom bij de oude FIFA 19 voor de patch. Lieve mensen, dit is dus voor de patch. En moeten we zelf even corrigeren, want ik heb dus in de vorige video gezegd 2 nederlagen. Nou, lieve mensen, we hebben er 3 verloren, lieve mensen. We hebben er dus echt 3 verloren. We hebben er dus 3 verloren. Ik zeg het nog één keer, 3 verloren en 16 gewint. Dus, dames en heren, we moeten de overige 11 potten allemaal winnen voor Elite 1. Het is dat wij Del Porno hebben, lieve mensen. Het is dat wij Ben Ketcher hebben. Het is dat we Spermares hebben, lieve mensen. Want ze zijn toch een partijtje goed. Dat is toch niet te doen. 1 achter. Kut, sorry. Gelijk de eerste pot. En het is allemaal al mislukt. Oh nee, we hebben Del Porno. Oh, dan wordt nog een keertje me dood dit. Lieve mensen, 40k abonnees. We zijn zo ongelooflijk. Wat is dit voor schot trouwens? Het is weer Del Porno. Eerste pot hebben we gewonnen. Dames en heren, 40.000 abonnees. We zijn zo dichtbij. We hoeven nog maar een paar honderd. En hoeveel abonnees er per dag erbij gaan, is dus niet normaal. En nogmaals, mensen, willen jullie even lachen? Ga even naar FrankSlotta, ga even naar mijn Instagram kanaal. En ik zweer het. Ik garandeer het dat het een lach op jullie gezicht gaat brengen. Ik weet het echt zeker. Nou, oké. Like ook deze even video. Lekkere wijven van me. Ja, doe het gewoon lekker niet. Je moet het toch allemaal lekker zelf weten. Ja, gaan we even door naar het commentaar geven op de wedstrijden zelf. Want dat doen we gewoon soms helemaal niet. Rui Costa schiet in de korte hoek. Verwachten wij helemaal geen types van mij. Hier is toch Ben Ketcher. Kijk nou, joh. Pirouetje. Doet alles, joh. Del Porno, komt u maar. 2-1. Hartstikke lekker. Gaan we gewoon lekker verder met Basie. Gaat goed, gaat goed. Ja hoor, komt u maar. En het is scoren aan de lopende band. En ik hoor ook een paar mensen die nieuw zijn op mijn kanaal zich afvragen van... Frank, hoeveel wedstrijden heb jij nou... Die Del Porno. En hoeveel scoorde nou? En nou, dames en heren, we hebben er 500 wedstrijden mee gespeeld. Hè? En toen had jij vorige week, had jij die al... Waar is die andere 500 euro? Nee, we hadden dus 500 wedstrijden gespeeld. 500 wedstrijden gespeeld met Del Porno. En we hebben iets van 600 gescoord en 400 assists. Die man is echt fenomenaal. Dus, wil je elite halen... Koop Del Porno, druk op kruisje in je eigen 16. En dames en heren, garandeerd goals. Dit is dus wel even een dingetje, wat ik al begon met de video. Dit is dus voor de patch. En ik heb dus gehoord uit betrouwbare bronnen dat het groene balkje van time shooting minder is geworden. Wat nu makkelijker groen timen is, is nu moeilijker na de patch. En dat niet alleen. Het groene... Ja, ik deed dit niet, maar het kan toch hier wat zijn. Zo, lieve mensen. Het is al gelijk Richmond City. Pak je biezen en de bom. Fijne dag verder. Kiel. Oké, waar was ik nou met de patch? Oh ja, het is dus ook zo dat het moeilijker is om hem dus groen te timen en dat niet alle ballen erin gaan. Maar ja, toen zag ik weer opeens mensen uit de draai scoren met timeshooting. We weten niet hoe serieus we het kunnen nemen. Maar dames en heren, wij kunnen ook met L1 R1 schieten omdat wij Ben Ketcher hebben, dames en heren. Hij is weer keihard, bij mijn rest komt er maar. En Del Porno, ze zijn allemaal zo goed. Ze zijn, kijk hier, dit is Ben Ketcher. Kijk eens. Oké, Neymar. En Mbappé's. Ja, komt u maar. Wat gaat ze doen? Ja. Oh, schiet hem in de hoek. Waar ik het niet verwacht, dames en heren. En de lol is bij hem. En natuurlijk doen we wat terug. Natuurlijk laten we dit niet om ons afkomen. Want dames en heren, we zijn nuchter. En nuchter zijn we toch niet te verslaan, lieve mensen. We zijn toch keihard. Altijd. 2-2 in de blessuretijd. En dan passen we de bal op Neymar. En dan moeten we zorgen dat we Del Porno vinden. En die vinden we. Ja, en die schieten hem dan gewoon in. Hoeveel die man voor mij gescoord heeft, is echt... Niet normaal. Die man is fenomenaal goed. Net zoals Neymar natuurlijk. Ik zit wel te overwegen om eventueel Neymar te verkopen en Cruijff te halen. Maar dat vind ik ook weer kut omdat Koen die heeft. En dat wil ik niet, want ik wil niet Cruijff tegen Cruijff hebben. Omdat we natuurlijk ook die kleine serie hebben samen. Maar oké, genoeg is genoeg. We laten gewoon even het team wat nu is. We hebben natuurlijk flink geïnvesteerd. We hebben weer de Weekend League Rewards komen er natuurlijk eraan. En dan vraag ik me ook echt af wat jullie nou zouden doen met het verdiende geld. Dus laat ook vooral van weten. Willen jullie een bepaalde...
logo voor de komende Weekend League. Ik zag al een paar leuke reacties in de vorige comments. Maar ja, ik wil ze gewoon allemaal lezen van jullie. Dus hebben jullie een goed idee? Hoe is jullie Weekend League geëindigd? En dan uiteindelijk daaruit gaan we gewoon een beslissing maken. En natuurlijk doen we dat ook met jullie likes. Want liken jullie bepaalde comment het meeste? Is die het meest grappig? Dan zullen we die ook implementeren. Hoe we dat ook wel mooi noemen. In onze video, dames en heren. Want wat hebben we de laatste tijd veel plezier in onze content. Het is echt niet normaal. Kijk, het FIFA spelen is gewoon hartstikke kut. Maar dan vervolgens gewoon al jullie comments te lezen is echt fantastisch. Ik ga gewoon helemaal stuk. Ik heb het gewoon zo naar mijn zin. Dat is echt niet normaal. Oké, Ben Jedder, 1-0 voor. Deze man was zwaar gefrustreerd. Voorzetten zijn natuurlijk terug. Wat wel hier nog redelijk knap is. Als ik dan mag zeggen van mezelf, moet ik niet doen. Kap ik hem mee, lelijke goal. Maar dat we hem dan groen timen. Want die voorzetten groen timen is niet altijd even makkelijk. Del Porno doet het ook voor onze tegenstander. Staan we 2-1. Maar kijk deze steekbal. Ja hoor. En dan gaat hij 1-1. En ja, en dan kan hij niet missen. Ja, toch wel rebound. En dan is Ben Ketcher springen. 92. Ja hoor, lieve mensen. Kom, zwaar. Ha! Oké. Lozano, die geeft hem wel gewoon even af. Blank zit ertussen. De keeper ook. Maar uiteindelijk kan hij hem niet pareren. Kutspel. 82e minuut. Kan de tegenstander nog wat terug doen? Ik denk het niet. Daarom stoppen we bij 3-2. En in 90e minuut. We waren ook wel de betere. En uiteindelijk winnen wij dus deze wedstrijd. Gaan we dus 21-3. Dames en heren. 21-3. En moeten we dus nog 5 wedstrijden. 6 zelfs. 6. En dan moeten we eerst tegen Mkhitaryan, Sala. Oh, dat zou ook lekker zijn, hè. Die Sala player pick. Die zou je dan gewoon op de kant van Mahrez doen. Maar bij Mahrez is ook zo hard die bij mensen. Oh! Vaseline is op. Oké, en dan Pogba. Dames en heren. Mag ik jullie attentie voor deze wedstrijd? Want dit is echt een werkelijk spektakel. Dit is echt fantastisch en hierdoor speel je FIFA. Goede tegenstanders, leuke potjes en vooral heel goed FIFA. We spelen 2-1 in de eerste helft. Laten we natuurlijk uiteraard alleen maar de goals zien. Maar hier kappen we nog met Del Porno de 2-2. Of, oh sorry, zelfs de 3-1 komen we voor. Jezus, komen we zelfs 3-1 voor. Helemaal schandalig. Pogba, Salah. En die schiet hem dan nog in. Groen getimed. 3-2. En hier komt Blank voor hem. Uiteindelijk denk ik, nou, hij wil de voorzet gaan geven. Nee, toch niet. Marcelo is hem kwijt. En dan scoort hij met Mickey Mouse. De 3-3. Salah gaat hier onze speler voorbij. Doet twee keer dezelfde truc. En schiet hem in de hoek. Waarin ik niet verwacht. 48e minuut praten we dan over. En dames en heren, dit is de 91e minuut nu. We scoren niet. We forceren. We spelen 4-3-3-4. Aanvallend. Dat kunnen jullie zien in de video's. En hier is een spammeres vrij. Lange hoek. Nee, toch niet. Korte hoek. Heerlijk nog die 4-4. Lekker spammeres. Bellen met Breuer. Dat willen we zien. Lekker. Breuer neemt uiteraard op 0909 nummer, dames en heren. En wat doen we dan? Ja, natuurlijk geven we op Lozano. En die scoort in de verlenging de 5-4. Want als wij meestal de verlenging halen, dames en heren, dan zijn wij ook de betere. Dan zijn wij ook de meest dominante. En daarom scoren we ook in de 107e minuut scoren we de 6-4. Door onoplettendheid scoort hij nu makkelijk. Want dit is gewoon inleveren. Dit is heel dom gedaan. Met Nelson. Geen idee wie het is. Nelson Freitas. Weet ik veel wie dat is, man. Dat is volgens mij een R&B-zinger. Maar oké, maakt niet uit. 22-3. We winnen dus uiteindelijk wel deze pot. En moeten nog 5 wedstrijden. Nou, Nakata. Met alle respect. Leuke Japanner. Houd vast van vis. Maar het is gewoon niet echt een hele goede speler. Wij hebben betere spelers. Dus wij moeten gewoon ons focussen. En hopen dat we ons niveau kunnen halen. En dan winnen we dit soort wedstrijden. Lieve mensen. Dus hier komt Mahrez. Bij Mahrez. Komt ze maar. Ja hoor. Komt ze maar. Nou maar. Ja. Komt ze maar. Hier links. Ja. Tikje heen. Tikje weer. Ja. Oh ja. En ik ben dus heel erg benieuwd of na de patch. Of dit soort goals natuurlijk wel nog wel kunnen. Want Ben Ketcher doet het ook terug hoor trouwens. Maar ik ben heel erg benieuwd of deze goals dan dadelijk ook nog kunnen. Ja, we moeten ons spel denk ik wel aanpassen. Deze goals zullen altijd wel zitten, want het zijn gewoon recht voor de goal. Maar misschien moeten we onze tactiek een klein beetje aanpassen. Maar dat ziet u wel de komende dagen op ons kanaal, dames en heren. Nogmaals, je kan abonneren als je dat niet gedaan hebt. Ha! Doe het gewoon, joh. Slaggen, joh. Gang Ben Jedder doet het weer. 4-2, hartstikke duidelijk. Uiteindelijk, dit is een hele mooie bal. Dit is heel goed uitverdedigd van Virgil van Dijk. Doe ik echt fantastisch. Ramos, wat doe je nou? Oh, de 5-3 van Lozano. Uiteindelijk komen we niet in gevaar, want die kost Ronaldo. Kijk eens, lekker zegt. 6-3, 79e minuut. Niks te vertellen, onze tegenstander. En uiteindelijk, ja hoor, gaan we dus 23-3. Moeten we nog 4 wedstrijden. De 27, 28, 29 en 30e wedstrijd. En ik heb niet de tijd gehad
om even zijn team op te nemen. Maar dit was het dus. Er zaten een aantal Team of the Years in. Volgens mij was Kante Team of the Year. Maar Neymar in vorm of zoiets. Ja, geen idee. In ieder geval, het was een hele goede tegenstander. En uiteindelijk is dit toch wel een van de wedstrijden waar ik wel echt het beste speelde. Was ook weer heel erg spannend. En uiteindelijk scoorde dus hier de 1-1. Dit wordt ook echt een triller qua goals trouwens. Hier pakken we de bal half af. Schieten hem erin. Rebound. Ja, wat is dit voor goal? Ja, daar kan je niet zoveel aan doen. 14e minuut, 2-1. 29e minuut. Komt waar. Neymar, L1, R1, dames en heren. Ja, komt maar. Volgende gaan we dan gelijk naar de 3-2. En die is ook namens Neymar uit mijn hoofd. Of was dat Del Porno? Volgens mij was... Oh nee, het was Ben Ketcher. Hier zo, bam. Ja, hier. Ik ben dus benieuwd. Echt, ben ik oprecht. Ben gewoon benieuwd. Dus jij, jullie hebben die patch natuurlijk nu al gespeeld. Omdat dit pas om 9 uur of eventueel later online komt. Jullie hebben de patch al gespeeld. Dus laat ook even weten wat jullie ervaring met de patches. En wat denken jullie dat er moet gebeuren. Neymar die scoort hier op zieke afstand. Dat zagen jullie net. De 4-3. Uiteindelijk Neymar doet het met L1 R1. Kijk eens. Oh mijn god, wat een goal. Echt zo lekker zijn die schoten. 4-4 uiteindelijk. Pogba, komt u maar. Neymar. En dan hier L1, R1. Dat is echt wat het voor mij doet hoor, dames en heren. Die R1 schoten doe ik echt niet heel vaak. Maar die L1, R1 schoten, die zijn zo OP. Als je die goed timed, heerlijke steekbal dit. Bam, juist. Son, kijk eens, gewoon de korte hoek. Rustig. Goed groen timen. En dan zit hij altijd wel. 6-4. En zelfs door paniek weet de tegenstander hier zo. Ik had hem zo ongelooflijk hard gelezen in een paar aanvallen. Dat hij er gewoon mee kapt. Hartstikke lekker, want hij had wel een beter team, dames en heren. En dat betekent dat we 24-3 gaan. En dan moeten we nog 3 wedstrijden. 28, 29, 30. En dan hebben we Ronaldo. Oh, sorry. Rooney. Ronaldo. Ibrahimovic. Sancho. Die rechtsback hebben we nog niet eerder gezien. Sancho wel vaak. En Best uiteraard. Misschien is dat ook wel een lekker kaartje. Misschien vervangen voor Spermeres. Maar ja, Spermeres, Spermeres. En als Spermeres niet was, was het ook geen Spermeres. Ja, daarom. Dus ik ben heel benieuwd wat we moeten wijzigen. Raúl is dit? Nee, dit is George Best. Geen idee wie het was. Kan niet goed zien. Dit is een beetje een klein schermpje. Maar Del Piero doet het voor ons terug. 27e minuut, dames en heren. Del Porno, komt maar weer. Ja, en dan is de rebound. En die rebound hebben we toch wel vaak. Hè? Als je dan naar buiten een beetje schiet vanaf de zijkant van de 16, scoor je wel heel erg vaker mee. Del Porno doet terug op Neymar. Ja hoor, en de groen timer. Heerlijk, 3-1. Heerlijk voor de rust. Doet hij dan wat terug? Oh ja, zeker doet hij dan wat terug. Best, kapt maar, Rooney. En met links schiet hij hem groen getimed in de lange hoek. Kunnen wij dan nog eerst de 4-2 verzorgen? Jazeker, Neymar, kijk eens, groet. Ja, dit is geel timen. En dat gele timen kan dus na de patch niet meer. Dan is hij wel echt mis. Dus we moeten daar wel echt wat aan doen. Maar oké, Mahrez hield de heel flik. Heerlijk afgemaakt, korte hoek. En uiteindelijk 72 minuten. En dat zorgt ervoor dat onze tegenstander gaat reeds quitten. En de 25-3 is bewerkstelligd, dames en heren. En dan moeten we tegen deze tegenstander. Met Griezmann, Mbappé, Rui Costa, Kante, Pogba en de promes. One to watch. Die natuurlijk de SBC die je kan doen, dames en heren. En Del Porno is weer hard. Hè? Kijk eens. Och, die keeper ging naar de lange hoek en wij doen de korte hoek. Lieve mensen, wie verwacht dat nou? Ik niet. Nee, jij ook niet. Nee, ik ook niet. Ja, die ik ook niet. En die zo kappen we hem heel mooi uit. En het zorgt voor de 1-0. En zelfs de 2-0 met Del Porno. Ja, komt u maar. En dan hier Neymar. En Virgil. Brrr, lekker Virgil. Zo, dat was goed zeg. Oh man, ik ga gaan van de pijn. Om mijn keel. Deze video's opnemen is niet goed voor mijn keel, dames en heren. Oké, we moeten nog 1 wedstrijd. Rivaldo, Neymar, Mbappé, Pogba, Antoine, Griezmann in vorm. Virgil vooraan. Dit is gewoon een hartstikke prima team. En we moeten ervoor zorgen dat we onze focus houden, dames en heren. We mogen dit niet uit onze handen laten glippen. We zijn zo dicht bij Elite 1. Daar hebben we dus 11 potjes achter elkaar gewonnen. Het zou zo lekker zijn. Kunnen we het dan doen? En we komen 1-0 achter. Wat super kut is. Echt super kut. Virgil van Dijk op Ben Ketcher. En kijk eens. Oh! Lekker zeg. Dit is Ben Ketcher op zijn top, hè, dames en heren. Maar ja, wat gebeurt er dan vervolgens? Dus krijgen we gewoon gelijk de 2-1 tegen. Super kut. Heb ik geen zin in. Gebeurt wel. Uiteindelijk denken we hier verdedigen we goed. Oh, we gaan. Ja, Marcelo wordt geblokt. Van Dijk wordt weer geblokt. Kut goal. Maar uiteindelijk telt hij wel. 2-1. Kijk eens, lieve mensen. Dan gaan we naar de 2-2. En hier een actie voor onze vriend. En dan Pogba. Ja, die schiet hem dan gewoon groen getimed. Lekker in de lange hoek. Heel erg chill. 2-2. Del Porno. Nog voor de rust brengt hij de stand op 3-2. Hartstikke chill. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we zelfs de voorsprong kunnen begroten, dames en heren. Ben Ketcher, korte hoek, L1, R1. Ja, ja, komt u maar, lieve mensen. Was zijn we weer hard. FC Bergetjes is er klaar mee. En daarom hebben wij, dames en heren, lieve mensen, wie doet me nou eens wat? We hebben Elite
eigen hand, lieve mensen. We hebben Elite eigen hand. We zijn blij. Ja, lieve mensen. En ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Dit, dit opnemen was wel echt gewoon... Oh man, het was weer zwaar. Maar, dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog zou ik super tof vinden. Je kan abonneren. We zijn bijna voorbij die 40.000 abonnees. Dus doe ook zeker even abonneren als je dat niet gedaan hebt. Zet dat belletje aan. En lieve mensen, hartstikke bedankt voor de lach op je... Of ja, gewoon de lach die jullie geven op mijn gezicht. Het is echt niet normaal hoe hard ik van jullie kan genieten. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Ciao!